Good, Kelvin. Mijn naam is Kelvin, ik eet Kalfijn. En vandaag is het weer zover. Het is tijd voor poging 2 van 1 naar 1000 euro binnen 24 uur. Ik heb een aantal weken geleden dit voor het eerst geprobeerd, namelijk van 1 euro naar 1000 euro. En heb je die nou nog niet gezien, check dan de eerste link in de beschrijving. Ga die sowieso eerst checken voordat je deze poging gaat kijken. Daarin beschrijf ik ook de regels die ik mezelf heb opgelegd. Die staan nog even één keer hier. Ik ga ze niet allemaal behandelen, maar goed, lees maar even. En dan is het nu tijd voor mij om jou te vragen om even te abonneren op mijn kanaal. Hey, join the Kelfam. En dan is het nu echt tijd voor mij om de komende 24 uur ervoor te zorgen dat deze euro verandert in 1000 euro, man. Let's go! Ik heb geleerd van de vorige aflevering. Ik heb een beetje geleerd wat je niet moet doen en wat je wel moet doen. Hoe je grote klappers kan slaan. Dus dat is prettig. Alleen ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik helemaal relaxed ben. Ik vind het nog steeds wel een beetje spannend. Hey! Ben je met 1000 euro of niet? Ja, we gaan het weer doen vandaag. Hoeveel heb je nu? Ik heb nu 1 euro. Krijg je nog 1 euro bij, ja? Hoppakee. Kijk, 2 euro krijg je. Hier. Kijk. Nou, hoppakee, 3 euro. Ja? Dankjewel. Super. Super, hè? Hey, bedankt. Ik denk dat het best wel verstandig kan zijn om iemand te positioneren die marktplaats afstruint naar goede dealtjes, terwijl ik andere dingen aan het doen ben. Zodat je double team zo, 2 keer zoveel kan doen in dezelfde tijd. Hey, mag ik jou iets vragen? Ik zoek een Mattie die samen met mij dit wil doen. Die marktplaats af wil struinen om ervoor te zorgen dat we de allerbeste dealtjes ooit fixen. Vroeg me af of je tijd hebt vandaag. Nee, man. Nee? Nee. Ik heb vandaag niet echt tijd. Oh mijn god, nee. Marktplaats af wil? Dit, man. Ik ben wel kraak. Nee. Ik niet. Nee, jij niet? Nee. Mensen zijn te druk, man, vandaag. Kutzooi. Ik heb net deze man ontmoet. Hij gaat me wat laten verkopen. En als ik het verkoop, dan mag ik het geld houden. Mag ik het geld houden? Een camera, alsjeblieft. Oké, okay, fantastisch. Ja. Nou, dan ga ik dit verkopen. Mag ik je hartelijk bedanken? Peace. Doei. Zit niks in? Nou. Je voelen! Er zit geen kut in, man! We beginnen met bieden vanaf 5 euro. Wie biedt er 5 euro? Ja, die geeft het wel 5 euro. Ja? Nou, ik wil wel 15 hoor, ik doe wel 15. 15? 15? Biedt er iemand 20? Biedt er iemand 20? Je gaat met 5. Oh, je gaat met 5. Nou, 20, één keer. 20? Ja, ja. 20, eenmaal, andermaal? Ja, 20, ja. Ja. Verkocht! Hey, aan de man op de hoek, applaus, applaus. Ja, ja. Dit is toch prachtig. Ja. Nou, dan bedank ik jullie van harte. En zo hadden we ineens 23 euro. Na een uurtje ongeveer is dat niet slecht. Oké, lieve mensen, ik heb een hele aardige meneer gevonden die liever niet op beeld wil. Die 2 tasjes heeft die ik voor hem mag tillen. Hey. Ja, meneer. Dankjewel. 2 eurotjes. Dan wens ik u nog een hele fijne dag. Jij ook, hè? Doei. Goed, jongens. Dit is de handtekening voor jullie. Dankjewel, jongens. Ja. Nog een hele fijne dag. Wat me ook wel lachen lijkt, is als ik gewoon bij mensen ga aanbellen en ga vragen of ze nog klusjes hebben. Dus flessen wegbrengen of de straat vegen of weet ik veel wat. Ik ga gewoon kijken of het kan. En we zien wel of het werkt. Kijk, het is nog niet heel, druk op deze zaterdagmiddag. Hallo? Hallo? Alles goed? Ja. Mag ik misschien een klusje doen voor jullie? Ja hoor. Hallo? Hallo. Zo, wat ziet het er feestelijk uit joh. Dit is allemaal, wie is er jarig? Gefeliciteerd. Dankjewel. Of ik een klusje kan doen, flessen kan wegbrengen. Of iets voor een kleine bijdrage. Nou, ik weet al wat. Oké. Okay. We hebben een feestje hier aan de gang, dus kun jij eens doen. Ik vier graag feesten terwijl ik ervoor betaald word. Dat vind ik geen enkel probleem. Ik had verwacht dat we gezellig met z'n allen taart en Ranja gingen nuttigen. Maar ik word een klein beetje, gebruikt als piñata. 1, 2, 3. Ik ga er vandoor, dames. Ik weet niet hoeveel je ervoor over hebt. Nou, zijn jullie blij? Ik vond wel. Hoeveel vinden jullie dat ze moet geven? 1000. 1000! 1000! Ja, ik weet ook niet hoe. Nou, ik vind wel dat je het heel goed gedaan hebt. Ja, toch? Okay. Dus dat is zeker. 50 euro. 100 euro waard. Ja, dat is. Hou op. Maar dat, kan, nee, maar dat vind ik een beetje. Vinden zij het ermee eens? Ja! Oké. Okay. Ja, dan neem ik het maar denk ik aan. Alsjeblieft. Dankjewel. Ik ga je een knuffel geven. Want dit is. Het had echt niet gehoeven. Ik weet niet wat er is met rijke Amsterdamse moeders tegenwoordig, maar voor 100 euro, doe normaal joh. 100 euro voor fucking... Ja kijk, ik ben wel iets duurder om het te boeken, daar ben ik eerlijk in. Maar dit vind ik wel fantastisch. Wauw,
Oké. Oké, goed. Ik kan de hele tijd klusjes gaan lopen doen voor tientjes en 20 of in één keer 100 euro. Maar ik denk dat ik dan heel lang bezig ben en ik wil overgaan op de tactiek van de vorige aflevering. Namelijk daarin liep ik gewoon naar horecazaakjes en naar winkeltjes en naar de slager en weet ik wat allemaal. En dan zei ik, yo, als je reclame wil vind ik helemaal prima, maar geef even een paar tientjes. En dat ga ik gewoon weer proberen. De vorige deden ongeveer 10, 20, soms 30. Oké. Dus ik dacht, weet je, aangezien we zo vaak bekeken worden, ik dacht misschien kan er nog wat bovenop. Ja, 50 euro. 50 euro? Ja, beetje reclame kunnen we gebruiken. Normaal gesproken betaal je voor reclame op mijn kanaal ook iets meer. Dus wat dat betreft. Koffie toch? Prima, dit is best wel een koopje, ja. Mag ik jou hartelijk bedanken? Zeker. Ik ga eventjes de koffie proeven. Ja, het is het moment van waar. Het zou ook echt verschrikkelijk zijn als het nu heel ranzig blijkt te zijn. Dan gaat er iets verkeerd. Het is de allerlekkerste ever. Maar Hartje Oost, Amsterdam Oost, Javastraat, mag ik je hartelijk bedanken. Goedemiddag. Goedemiddag, Calvijn. Hi. Hey, jongen. Ik heb vandaag een opdracht gekregen. We volgen je, dus we weten ongeveer okay, hoe okay. Je werkt. Ik ben er voor over. Ja, zeker? Ja, absoluut. Kijk, al deze schoenen komen bij ons voor restauratie. Zie echt? Je? Al die dure schoenen, Valentino's, Timberlands. Daar zijn wij goed in. Nou, en waar zit het op de Javastraat nummer? Javastraat nummer 8587. Dat nou, is 20 euro. Hartelijk bedankt. Ja, jullie zijn geweldig. Fijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Dag dames. Jeetje, wat een lekkernij hier ook. Geven wij 30 euro. Ja, wat geweldig. Zou ik dan misschien ook een lekker haringje mogen? Nou, wat geweldig. Dan ga ik hem even, dan ga ik de smaaktest doen. Ik had toch al honger, dus dit komt perfect uit. Hij is fantastisch. Volendammer vishandel, Schilder. Javastraat 98. Super. Met de meest legendarische haring ooit. Ik ga hem wel meenemen. De baas wordt gebeld. Er wordt overlegd of het oké is. Als het aan mij lag, had ik al lang ja gezegd. Maar oké. Geduld is een schone zaak. Het duurt een beetje lang. Er wordt heftig gediscussieerd of dit wel goed is. Ik hoop dat het. Ik hoop dat het gaat lukken. En? En? Je krijgt geld. Krijg ik geld? Ja, 20 euro. Nou, kijk eens aan. Kijk eens. Fantastisch. Alsjeblieft. Dankjewel. Wens ik jullie een hele fijne dag. Het is 3:15 ongeveer en ik heb om en nabij 250 euro. Dat is een goede score. Jullie weten dat ik de vorige aflevering op Marktplaats ging. En daar stond iets heel goedkoops. Dat heb ik gekocht, dat heb ik toen doorverkocht voor meer. Dat was best goed, dan had ik in één keer 100 euro. Dat wil ik eigenlijk een paar keer doen. En nu blijkt er dus een gratis af te halen functie te zijn op Marktplaats. Dat is echt fantastisch, hier. Als we even kijken, er staan kleine dingetjes, dus bijvoorbeeld boeken in dozen. Maar er staan ook grote dingen, zoals een hele fucking bank. Hier heb ik bijvoorbeeld een trampoline gevonden. Letterlijk gewoon een hele trampoline compleet gratis af te halen. Het gratis af te halen marktplaatsding gaat denk ik wel werken. Het enige waar ik tegenaan loop is dat het grootste gedeelte van de dingen die gratis af te halen zijn best groot. En ik heb dus eigenlijk een auto nodig waarmee ik dat kan ophalen. Ik ga via Snapcar een auto proberen te fixen. Die huur je dus van een andere particulier. En dan ga ik die persoon gewoon vragen, hey, kan ik misschien deze auto gratis van je krijgen? Of goedkoper of iets. Maar dat ga ik dan gewoon op de man afvragen in de hoop dat ze denken, ah joh, leuk, doen we wel een keertje. Hey, ik bel even naar aanleiding van de Snapcar, de Dacia Logan. Ja. Ik zag dat ik hem vandaag eventueel zou kunnen komen ophalen, dus dat is fantastisch. Het enige is zo dat ik me afvroeg of ik het misschien gratis kan krijgen. Ik ben namelijk bezig met een opdracht waarin ik van 1 naar 1000 euro moet. En eigenlijk mag ik geen geld uitgeven. Dus het zou fantastisch zijn, of misschien met een beetje met korting of zo, maar helemaal gratis zou top zijn. Ja, nee man, dat kan ik eigenlijk niet doen. Klopt, ja, ik ga gewoon door, ik bel gewoon door. Ik bel gewoon tot ik iemand heb. En ik vroeg me af of ik misschien de auto gratis zou kunnen lenen vandaag en dat ik hem morgen weer terugbreng. Oké, dat moet ik even overleggen, dat durf ik niet zomaar te zeggen. Oké, die ongeveer de vijfde beller, maar deze gooit niet direct de deur dicht, dus ik hoop dat deze het gaat doen. In de tussentijd heb ik ook een reactie gekregen van twee gratis af te halen advertenties. Eentje is een koelkast die het model heeft van zeg maar een gitaarversterker. En ik heb ook een reactie van de trampoline en daar moet ik nog eventjes checken of het vanavond ook kan. Dat zou fantastisch zijn. Ik heb reactie gekregen van de autodame.
en ze vinden het goed. Lieve Lea, wat fijn dat je zo even je autootje aan mij wil schenken voor een dag. Ja, tuurlijk. Heel veel succes ermee. Je bent geweldig. Alsjeblieft. Dankjewel. Oké, ik heb een waggie. Fucking chill. Lea, ik hou van je. Je bent geweldig. Ik ga nu onderweg naar meneer van de koelkast, want die kan ik meteen komen afhalen. Hey, Kelvin. Aangenaam. Ik kom even een koelkast afhalen. Ja, hier staat het mooie ding. Ik ben blij dat ik er vanaf ben. En je weet zeker dat die gratis afhalen, je hoeft er niks voor te hebben? Nee, ik ga verhuizen, dus... Oké, goed, dankjewel. Yes, succes man. Fijne dag. Hey, en ik ga door, joe. Oké, de koelkast zit achterin. Ik ga nu gewoon een nieuwe advertentie maken en hem erop zetten voor bieden en kijken wat er gebeurt. Jongens, ik sta bij een McDonald's vlakbij school, want daar kan ik die trampoline ophalen. Ik heb die man gesproken en hij zei, ja, kom maar ophalen. Ik weet niet precies of ik er ben, maar anders kan je hem uit de garage halen ofzo. Alleen, ik ben aan het rijden en ik denk, tering, ik weet helemaal niet precies het adres. Kan ik ook nergens vinden. Dus ik heb hem, denk ik, 15 keer gebeld. En er wordt gewoon niet opgenomen. En het is ook een vast nummer, een telefoonnummer. Het is geen 06 nummer. Dus ik denk dat hij niet thuis is. En dat ik het aan het bellen ben, want ik moet het fucking adres weten. Maar ik weet alleen de plaats of het dorp. Dus ik zit nu bij de Mac te wachten, mijn tijd aan het verspillen, totdat hij een keer opneemt. Hallo, we zijn op dit moment niet bereikbaar. Kutzooi, kan verder niks. Oké, ik denk dat ik er dan over een kwartiertje ben. Ja, dat is prima. Ik ben net weer thuis. Ja. Oké, fantastisch. Tot straks. Doei. Dag. Ah, zo chill. Ik heb die gast echt nog 15 keer gebeld weer. En hij neemt eindelijk op. Ah. Jongens, ik heb de grootte van de trampoline een klein beetje onderschat. Dit ding, ja, je ziet het niet. Maar ik zit tot op het plafond vol bepakt. Met trampoline. Jeetje, wat een ding. En dit moet ik dan nog... Waar ben ik aan begonnen? Ja, hallo. Hi, ik bel even naar aanleiding van de Marktplaats advertentie van de koelkast. Heeft u misschien vanavond tijd? Want ik kan even die kant op komen misschien. U woont in Amsterdam, hè? Ja. Ik kan even... Dat is goed, ja. Een hele goede avond. Ik ben uitgenodigd door Ines om even een kopje koffie te komen drinken. Dat was heerlijk. We hebben net eventjes de koelkast bekeken. En volgens mij was het allemaal naar wens. Ja, nou ja, ik had hem wel ongeveer zo ingeschat. Ja. Ja, toch? Ja. En de koffie was fantastisch. Ik heb zelfs een hele cappuccino gekregen. Nou, dat is fijn. 200 zei je? Ja, het is voor de zoon. Het is voor mijn zoon. Nou. Die speelt gitaar. Ik ben net thuis en ik ben echt helemaal dood op. We hebben er ongeveer 3 kwartier over gedaan om die koelkast uit de auto te krijgen. En ik heb een bot op trampoline binnengekregen, maar die is eigenlijk niet hoog genoeg. Dus ik ga gewoon naar bed en ik ga morgen checken of ik hopelijk een hoger bot binnen heb gekregen. Laat rusten. Goedemorgen Kelvin. Het lijkt erop dat ik geen hoger bot dan 100 euro krijg op mijn geweldige trampoline. Dus ik ben nu onderweg naar iemand aan wie ik hem ga verkopen. Goedemorgen. Hi. Hi, ik ben Kelvin. Ik ben Zoe. Hi, ik heb een trampoline. Die wil ik graag. Ja? Ja. Zo, hij ligt er. Ik ben er blij mee. Hij is bijna van jou. Hij is bijna van mij, maar je krijgt nog geld van me. 100 euro. Even kijken. Dat is een koopje. 50. En nog een keer 50. Fantastisch. Super, dankjewel. Dankjewel. Dan wens je nog een hele fijne dag. Ja, jou. En veel plezier ervan. Doei. Doei. Net als de vorige aflevering ben ik ook deze keer weer geëindigd bij het casino. Ik ga 546 euro inzetten op zwart, omdat ik de vorige keer alles op rood heb ingezet. En dat was de grootste fout ooit, dus best wel succes. Het is heel druk in het casino, dus ik durf niet te filmen. Maar we gaan het doen. I fucked up again. Kut casino. Het is me niet gelukt, jongens. Ik heb net 546 euro ingezet op zwart en het werd rood en ik ben het kwijt. Ik ben het gewoon, het is gewoon weer weg. Als ik nog een aflevering maak, ga ik dit niet meer doen. Dat is één ding wat zeker is. Nou goed, willen jullie dat ik het nou nog een keer ga proberen? Laat het dan even weten in de comments. Abonneer op mijn kanaal, like deze video en ik zie jullie de volgende keer. Ja, sorry, maar ik vind het zo gaar.